Vandaag moet ik voetballen in het grootste Minecraft voetbaltoernooi ter wereld. In de vorige video moest ik leren dribbelen. Ik moest leren pasen. Ik moest de bal uit spelers hun voeten tackelen. En ik heb moeten leren schieten op doel. Gaat het mij lukken om dit toernooi te winnen? Goed, we staan hier nu in het voetbalstadion waarin ik vorige video heel wat trainingen heb moeten doen. De coach zei dat ik nu even een nachtje moest gaan rusten. Want morgen is een nieuwe fase van de training en we zijn bijna bij het toernooi. Het is bijna zover om eindelijk in het toernooi te gaan voetballen. Maar laten we eerst even snel naar mijn slaapkamer vertrekken toe lopen. En ik ben benieuwd of morgen, dus de volgende trainingsdag, of dat we dan ook op een nieuwe locatie zijn. Goed, daar gaan we. Ik ben echt heel benieuwd. En we zijn nog op dezelfde locatie. De nacht wordt overgeslagen. En... oh, een nieuw stadion, jongens! Ja, een nieuw... jeemig. Kijk wat voor stadion dit is. Coach, je zei dat dit is de volgende training. Maar kijk wat een publiek we hebben. Dit is het allereerste echte stadion waar we gewoon in gaan voetballen. Oh, maar dit vind ik wel heel spannend. Wel een mooi veldje, lekker veel publiek. Mooie doeltjes ook weer gewoon. Ja, die heb ik goed gekeurd. Nou, coach, wat heb je vandaag weer voor training? This is the real deal. Oeh, oké, dit is de real deal. Professional training ground. Here we train the world's best. Will you be joining the team? Let's find out. Passing, okay. Dribbling, and tackling are on the agenda today. We'll put the past few weeks training into practice. Oké, ik moet gaan passen, ik moet gaan dribbelen en ik moet gaan tackelen. En als ik deze trainingen goed uitvoer, dan zit ik officieel bij het team voor het grote toernooi. Oh, oké, coach, ik ben ready. Let's go. Oké, wat moet ik gaan doen? Ik moet gaan... kom op, passen! Oh, wacht, ik moet gaan tackelen. Ik snap hem al. Tackelen, tackelen. Oh, maar deze zullen me tegenhouden. Hé, joh, ze duwen me gewoon. Deze mannen duwen me. Kom, 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 tackle, tackle, tackle. Nee, dit is moeilijk. Kom, kom maar. Ja. Oh, kom. Ja, oké, okay, goed zo. We hebben hem, we hebben hem. Oké, jongens, dus de bedoeling is, ik moet deze man hier tackelen. Terwijl deze mannetjes hier mij proberen aan te vallen. Althans, aan te vallen, tegen te houden, te blokkeren. Oh, ze duwen me ook echt. Ze proberen mij tegen te houden om deze tackle te maken. Maar ik ben goed te tackelen, jongens. Hij moet in het groen zijn, het balkje. Dan kan ik officieel tackelen. Oké, ik moet beter opletten met tackelen. Hij moet echt in het groen zijn en hij mag niet in het oranje of... you need to get closer to the guy with the ball. Oh, ik moet dichterbij de bal komen. Ik was te ver weg. Ik was te ver weg om te tackelen. Kom hier. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Oké, in het groen, in het groen, in het groen. Kom, 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 kom. Kom, nee, ze duwen me weer. Wat gemeen. Ja! Oké, we hebben hem. We hebben hem. Goeie, nog een keer. Volgende tackle. Volgende tackle. Oppassen dat deze mannetjes hier me niet duwen. Want daardoor kan ik niet tackelen. En ik moet in het vak zitten om het te... oh, dat is irritant dat duwen, man. Ze zijn echt goed, die verdedigers. Irritant. Kom, 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 kom. Ja! Oeh, waarom net niet? Waarom net niet? Hij zat in het rood. Hij was in het rood. Hij was in het rood. Hij moet in het groen zijn, jongens. Dit hebben we vorige video ook al gedaan. Jullie hebben goed op geoefend. Dus dit kunnen we. Dit kunnen we. Kom, kom, kom. Ja! Oké, die was goed. Nog eentje, zegt de coach. De coach zegt nog eentje. Kom hier, kom hier, kom hier. Kom hier. Oké, dus die verdedigers zijn echt irritant. Ja! We hebben hem, lekker. Ja, waarschijnlijk is dit de laatste. Dit is de laatste, jongens. Kom op. Nog één goede tackle en dan kunnen we doorgaan naar dribbelen, pasen en andere oefeningen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom, 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 kom. Nee, dat irritante geduw van die verdedigers. Ja. Boom, hoppakee. Oké, coach, waar ben je? Ik ben klaar voor de volgende oefening. We hebben het tackelen wel onder de knie. Ik moet oppassen voor de verdedigers dat die mij niet aan de kant duwen en zo. Wat gaan we doen? We gaan dribbelen. Het is tijd om te dribbelen. Het is tijd om te dribbelen. Ik moet oppassen, jongens, met het dribbelen. Ben ik in de vorige video achtergekomen. Als je te snel wilt, verlies je de balcontrole. En op die manier verlies je ook gelijk het balbezit. En dat is niet wat je wilt. Dus dan moet ik af en toe oppassen dat hij niet in het rode komt. Hoppakee, dat was een goede dribbel. Dat was een hele goede... zo! Dat was een hele goede dribbel. De coach vindt het zo goed dat we gelijk door kunnen naar de volgende oefening. Oké, let's go, coach. Wat heb je? Schieten. Oeh. Oh nee, pasen. Pasen ben ik wel goed in. Pasen kan ik wel. Pasen kan ik wel. Kijk hier. Hoppa. Zo. Pasen de bal daarin. Nou, hierin is niet zo moeilijk. Hoppakee. Dan in dat vak daar. Oké, dit hebben we allemaal onder de knie, jongens. Dat pasen hebben we, moet ik zeggen, wel gewoon goed onder de knie. Oké, we hebben bijna alle vakken gehad, jongens. Oeh, die was mis helaas. One more just like that. Je moet stilstaan om een goede paas te kunnen maken. Dan maakt hij de beste paas. En hoppa. Fantastic. Zo, en dan het allerlaatste vak. Dribbelen mooi heen met de bal. Poem, poem. Ho, 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 ho. Hoppakee, en dan in het vak. Zo, nice. Juist. Hey, I'm impressed. Coach, waar ben je? Be the scouts at the end of the week. Oh. Oké. Oké, jongens, de training van vandaag zit er weer op. De coach zegt dat hij trots op me is. En als ik zo volhoud, de scouts, de mensen die mij gaan scouten voor een team. Want als ik zit bij het bijenteam natuurlijk. Maar de mensen die mij gaan scouten, die kunnen dan ook wel een beetje trots op me worden. En ik moet goed zijn als de scouts te zijn.
Want ik wil in dat team voor het toernooi. Goed, ik wil wel heel even een nieuwe voetbal kopen. Want ik vind die diamantenvoetbal toch niet helemaal voetbal. Ik wil misschien gewoon zelfs een normale voetbal terug. Want dat is toch het leukste mee te voetballen. Gewoon echte voetbal. Dus waar? Waar is dat? Ah, ik denk dat de kleedkamers niet in de hokken hier zijn. Maar dat de kleedkamers bij het stadion zelf zijn. Oké, dan gaan we morgen gaan we wel even naar de kleedkamers. Voordat we een nieuwe training starten. Eén hele voetbalnacht later. Oké, coach, waar ben je? Ik wil het liefst even omkleden in de kleedkamers als het kan. Ik weet niet of de kleedkamers zijn hier bij dit stadion. Want de vorige stadions hadden dat wel. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Dat is jammer. Oké, nou dan houden we het wel even bij de diamond voetbal. Ik ben ready, coach. Kom maar op met de volgende oefening. Let's focus. You have dribbling. We hebben dribbelen, tackelen en schieten. Oh, schieten is mijn zwakte, jongens. Schieten. Oh, met een muurtje erbij. Oeh, oké, dit is moeilijk. Dit is moeilijk. Een bewegend muurtje erbij. Maar laten we proberen om hem in de rechte kruising te knallen. Zo, boem. Oh, die muurtje is vervelend. Oké, we doen wel de linker kruising dan. Kan dat? Want het kan haast niet, de linker kruising. Het moet echt wel aan de rechter kruising. Komt-ie. Boem. Mis. Kom, kom, kom. Boem. Op de paal. Dat meen je. Dit gaat een schot worden, jongens. Dit gaat een schot worden. Let op, hè. Dingen zijn weg. Boom. Huh? Wat een zwak schot. Ik moet er tegenaan sprinten. Die stomme... Ik snap het niet. Juist. Dat was de schot. Dat was de schot, jongens. Oké, linkerkruising deze keer. Oeh, dit gaat een scheef schot zijn. Ja, scheef schot. Ik miste de bal zelfs. Kom op. Boom. Ik mis de bal telkens. Hoe kan dat nou? Oeh, de muur. De muur is vervelend, jongens. Die beweegt. Dat maakt het erg moeilijk. Oké, laten we eens de linker onderhoek proberen. Oh, dat, ja, laat maar. Dit gaat een scheef schot zijn. Ik time hem ook helemaal verkeerd. Dit wordt hem, dit wordt hem. Boom. Nee. Wat, hoe was dat slecht? Boom. Ja, dat was een schot, hé. Dat was een schot, jongens. Ik heb hem denk ik een beetje onder de knie. Je moet gewoon echt goed wachten tot dit muurtje een beetje weg is. En dan goed positioneren en dan... Boom. Oh, en dan mis je even goed. Dit wordt hem. Dit wordt hem. De positionering is perfect. Psst. Hoe schiet je dan zo slecht? Come on, push ja, dat was weer een knaller, jongens. Dat was weer een knaller. Kom op, jongens. Goed trainen nu. Als die scouts meekijken, moeten we ook goed zijn in schieten. Oh, dan moeten we niet op de muur schieten. Ja, linkerkruising. Perfect schot zo. En dan... Boom. Oké, waarom was dat mis? Boom. Yo, dat was een lekker schot. Dat was een lekker schot. Kom op, nog één. In het groen. Perfect. Muur is weg. Boom. Knal. En mis ik even goed. Soms snap ik niet waarom ik mis. Dan denk ik, kijk, dit is redelijk goed in het groen. Muur is weg. Ik schiet. En dan heeft de keeper hem. Dan heeft de keeper hem. Dat is toch ongelooflijk. En ik mik ook veel hoger. Maar omdat je dan net niet in het groen raakt. Wacht, komt hij. Muur weg. Boom. Hey, perfect schot. Ik heb het nu echt onder de knie. Ik moet gewoon alles goed timen. Dat is de gewoon echte ding. Hij moet perfect in het groen. Dus dit is al niet goed. Wacht tot de muur weg is. Waarschijnlijk heeft de keeper hem nu. Nice. Oh, kijk, zie je? Omdat ik net niet... Omdat ik hem net niet in het perfect lichtgroene had. Terwijl ik rechtsboven mikte, of linksboven mikte, kwam hij links onderin. Dus dat heeft het vooral... Je moet echt... Kijk, nu is hij perfect. Nu hoeven we alleen nog maar de muur weg. En dan knallen we. Hoppakee. En dan is het gewoon een slecht schot. Dit dan. Oké, dan goed weer timen tot de muur helemaal weg is. Nu! Waarom schiet je dat? Kijk, soms snap ik het niet. Dan denk ik dat ik het onder de knie heb. Maar dan heb ik... Oké, waarschijnlijk omdat... Nu dan! Nee, ik snap het niet! Nu is de muur helemaal weg. Fantastic. Ja! Oké, dan was hem wel weer goed dan. En nu gaan we even streakje neerzetten. Gewoon geen missers meer. Niet meer missen. Perfect. Wacht tot de muur weg is. Komt ie. Boom. Dat is een zwak schot. Great execution. Oh, waarschijnlijk moet ik terwijl de muur weg is ook pas klikken. En niet alleen dat ik... Kijk, nu. Waarschijnlijk wordt dit een goed schot. Omdat de muur weg was terwijl ik erop klikte en dan nu schiet. Nee. One more, hoppa! Oké, de allerlaatste, jongens. Het allerlaatste schot. Dan heb ik volgens mij iets van 10 doelpunten gemaakt. Oké, dat was een slecht zwak schot tegen de muur. Come on, push ja! We hadden hem, jongens. Oké, volgens mij heb ik 10 doelpuntjes gemaakt. En ik moet zeggen, het is echt niet mijn sterkste punt, het schieten. Dat is gewoon echt moeilijk. Dat schieten, dat vrije trappen nemen en zo is echt heel moeilijk. Oh, ik zie trouwens dat daar de kleedkamers zijn. Laten we heel even langs de kleedkamers gaan. Even een nieuwe voetbal. Ik denk dat het aan de diamond voetbal ligt, jongens. Het ligt niet aan mij, nee, nee. Het ligt aan de voetbal, aan de apparatuur, niet aan mij. Dat is gewoon het excuus dat ik heb. Ah, juist, hier zijn de kleedkamers. Ik heb 1000 coins. Oh mijn god, ik ga echt wat nieuwe dingen kopen. Ten eerste een nieuwe voetbal. En ik denk, hier op de volgende pagina had je die TNT. Die wil ik. Ik wil deze bal gebruiken. En ik wil ook nieuwe outfits. Ik denk dat het wel tijd is voor een
Deze. Nou ja, ik vind deze vond ik ook de creeper outfit. Oh, ik heb per ongeluk deze gekocht. Oké, dan moeten we maar met deze doen. Ik heb per ongeluk een andere outfit gekocht, jongens. Was niet precies de bedoeling. Maar we gaan ermee akkoord. We hebben een nieuwe voetbal, we hebben een nieuwe outfit. Coach, ik ben klaar voor de volgende training. Wat staat er nog meer op de planning? Pasen, dribbelen, wat is het? Tackelen? Ah, tackelen. Maar tackelen ben ik heel goed in. Zeker als er geen andere verdedigers. Oh, maar deze guy kan dribbelen. Deze guy kan dribbelen. Komt-ie. Boom, poppakee. Goeie tackle, jongens. Goeie tackle. Volgende tackle. Komt-ie. Poppakee. Oh, dat was een hele slechte tackle. Kom maar hier, jongen. Ik tackle die bal helemaal uit je voeten. Hoppakee. Die was perfect. Die was goed. Hij zegt dat ik beter moet doen. Die was perfect. Hier, hoppakee. Die was ook perfect. Ja, kom maar. Ik ben dan gewoon echt heel goed in tackle hier. Hoppakee, was een goede tackle weer. En de allerlaatste tackle. Kom maar. En boom. Tackelen. Lukt. Tackelen lukt gewoon echt heel goed. Coach, waar ben je? Laat mij maar gewoon verdedigen. En misschien een beetje aanvallen, maar het schieten, ja, daar moet ik echt nog op oefenen. Dribbelen. Oké, dribbelen kunnen we ook. Met de nieuwe TNT-bal die we hebben, jongens. Gewoon op. Oh, ik schoot per ongeluk. Dat was niet de bedoeling. Ik schoot per ongeluk. Oeps. Oké, komt-ie. Hoppa. Ja. Zie je hem al zo meteen over het veld rennen, jongens, tijdens de wedstrijd. Tijdens de allereerste wedstrijd. Zie je hem al over het veld rennen. Ik dribbel als een malle. Great execution. En dan schieten gaat ook wel lukken. Ik heb er vertrouwen in, zodra ik de allereerste wedstrijd inga, jongens, dat schieten ook wel gaat lukken. Ik bedoel, dribbelen en het tackelen en het passen, dat wil allemaal wel. Oké, het is weer einde van de dag. Coach, ben je trots op me? We hebben goed getraind. En ik beloof je, het schieten gaat volgende keer ook lukken. Ik beloof het je. Daar gaan we, jongens, naar de kalender. Tijd voor een nieuwe dag. Een hele spannende voetbaldag later. Coach, ik ben er weer klaar voor. Zeg me dat vandaag een spannende, leuke dag gaat zijn. Volgens mij is elke keer de derde trainingsdag, jongens, in een nieuw stadion op een nieuwe plek. Is volgens mij een hele spannende trainingdag. Want nu kijken volgens mij de scouts mee. After yesterday's performance, I have no fears whatsoever. Oh, hij gelooft in me, jongens. Hij gelooft in me. Shooting, passing and dribbling. Oké, we schieten, pasen en dribbelen. Oké, wacht, beginnen we weer met schieten? Oh, ik vind het heel spannend. Oh, wat gaan we doen? Wat is dit? Wat gaan we doen? Oh, jij bent mijn teammate. Kom, pas hem. Bro, pas hem. Kom op. Ja, let's go. Dit is nou echt teamplay, jongens. Dit noem je nou teamplay. Moet ik hem dan naar jou passen op het einde hier? Kijk, nu zijn we lekker. Fantastic. Zag je hoe lijp dat was, jongens. Oké, wat moet ik doen? Oh, ik moet met de coach. Oh, wacht, ik kan trouwens even freeplayen. Oh, joh, komt-ie. Boom! Nou, dat is toch leuk? Jongens, zag die actie van net, moet ik zeggen, daar ben ik echt trots op. Ik kreeg de bal gepaast. Ik moest dribbelen eromheen. En toen op het einde paaste ik de bal naar een andere speler. Hoe leuk was dat? Coach, volgende training. Let's go. Oké. Dit zijn gewoon basically corners. Nu moet ik de bal gewoon daarheen pasen. Fantastic. Dat is redelijk te doen. Dit zijn op zich redelijk makkelijke trainingen, dat pasen. Zo. Waar gaat hij nu heen? Daarheen. Hoppakee. Boom! Die was niet goed. Blijkbaar was die niet goed. Deze wel. Ja, die is goed. Waar is de volgende helemaal? Daar in de hoek. Zo. Wat zo ver pasen, jongens. Ik moet zeggen, dat kan ik niet. Ik kan niet zo ver pasen. Ik moet er een beetje naartoe dribbelen, zoals dit. En dan kan ik pasen. Hier, kijk. Hoppa. Zie je, daar red ik het niet. Ik moet echt dichterbij staan. Ik weet niet of ik dan wat fout doe of dat gewoon niet kan. Dat ik niet verder kan schieten. Ik weet oprecht niet of dat de fout is. Komt-ie? Boom! Nice. Ja, naar laatste doen we daar mooi in. Hoppa! Oh, die was mis. Hoppa! Poing! Oké, laten we weer teruggaan naar onze coach. En dan denk ik, want we hebben nu dribbelen. We hebben nu het pasen gehad, want ik kreeg de bal zelfs van een andere teammate gepaast. En we gaan waarschijnlijk nu mijn grootste vijand schieten. Kom maar. Oh, penalties. Oké, penalties kan ik wel. Geen muurtje, niks. Hier. Boom! Hij had hem gewoon. Wat een redding. Wat een redding van die keeper. Oké, we hebben maar 50 seconden. We moeten blijven. Oh, die was weer heel slecht. Komt-ie. Boom. Ja, die was goed. Die was raak. Oké, laten we zoveel mogelijk scoren in de 40 seconden die we nog hebben. Hij had hem weer. Dat was heel jammer. Die miste ik gewoon. Was een slecht schot. En dit dan? Ja, die was goed. En deze is niet goed. Deze gaat goed zijn. Ja, jongens. Kijk me gaan. Hoppa. Ik heb het onder de knie. Nee, die was niet goed. Ik begin het wel... Oh, die gaat heel slecht zijn. Maar daar was raak. Ik begin het een beetje onder de knie te krijgen. De keeper moet ik proberen ook op het verkeerde been te zetten in de tussentijd. Maar het gaat goed, het schieten.
Kom op. Boom. Mis. Moet wel doorrennen. Ik moet ook doorrennen. Oh. Ik moet niet stoppen met rennen als ik schiet. Maar ik moet ook een beetje doorrennen. Hoeveel heb ik gescoord? Hoeveel heb ik gescoord? 8. 8 goals. Goals, sorry. Oh, morgen is de grote dag. Oké, dit vind ik spannend. Dit vind ik heel spannend. Morgen is de grote dag, jongens. Coach. Morgen is de grote dag, zeg je. Oké, geen oefeningen meer voor vandaag. Oké, morgen is dus blijkbaar de grote dag, jongens. Betekent dat dat het toernooi gaat beginnen? Dat ik de eerste wedstrijd mag spelen? Of betekent dat de allerlaatste training is en dat de scouts komen en die gaan bepalen of ik mee mag? Ik weet het niet. We gaan gewoon naar de volgende dag. Het is tijd voor de allerlaatste dag. Oh, jongens. De allerlaatste trainingsdag. En ik denk dat hierna het grote toernooi komt. Dit is de allerlaatste training die we moeten gaan doen. Wat heb jij voor mij in petto, meneer de coach? Dit is waar we voor getraind hebben. De scouts zijn er. Oh. Oké, de volgende keer als dit dus goed gaat, jongens. Oké, prima. Dit kan ik. Dit is de laatste training. We moeten gaan pasen, tackelen en schieten. En de scouts zijn er nu. Dus dat zijn de mensen die gaan bepalen of ik mee mag doen met het toernooi. Hij zei, als het goed gaat, is de volgende keer voor 10.000 mensen hebben we dan een toernooi. Ik vind het heel spannend. Laten we gewoon beginnen. Oké, dit is pasen. Nou, spelen ze echt daadwerkelijk. Hier. Hoppa. Juist. Oké, pas hem terug. Pas hem terug, bro. Lekker, prima, dan pas ik hem naar jou. Zo. That's more like it. Oeh, die was goed. Oké, nog een keer. Kom hier dan doorrennen. Oh, die was mis. Oké, sorry meneer. Sorry. Zo. En dan pas hem terug. Ja, prima. En dan pas ik hem door naar jou. Huh? Miste ik? Ik miste. Oh, wat zonde. Ik moet wel goed blijven voor de coach. Voor de scouts, jongens. Kom maar. En hoppa, naar jou. Boom. Juist, die was weer goed. Oké, pas ik hem naar jou. Die was niet goed blijkbaar. Pas hem naar jou. Huh? Kom op. Not bad. Let's do another. Ja, kom maar. Hierheen, juist. Goed zo. En dan pas ik hem door naar jou. Push yourself. Juist. Hij zegt dat ik beter kan. Oké, doorrennen. Kom maar. Pas hem terug. Ja. En dan? Komt-ie. Boom! One more just like that. Oké, dat was een leuke, jongens. Hij ging via en uiteindelijk scoorde ik. Dat was een leuke. Hij wordt een beetje ingewikkeld af en toe, want ik weet nog niet of ik nou wel of niet raak schiet. Volgende. Dit kan ik. Hier moeten we duidelijk voor zijn. Perfect. Oh, net te laag. Ik moet een beetje boven in de ring mikken. Wil ik hem raken, jongens? Dit kan ik gewoon in die ringetje schieten. Het is zodra er een keeper... Oh, die wacht scheef zijn. Zodra er een keeper of een muurtje komt, dan wordt het een stuk ingewikkelder. Gaat die raak zijn? Nee, ik moet echt perfect in het groen raken, jongens. Kom op. Dit is hem. Fantastic. Ja, 50 punten. Blijf in het groene mikken. Ja, perfect. That's more oh, like it. Wat een punten, again. Jongens. Wat een punten. Kom op. Ja, weer. Ongelooflijk. We raken alleen maar het groene dingetje. Oh, die was heel slecht. Oké, dat kan beter. Nou, die gaat ook niet al te goed. Oh, die was wel goed. Prima. Niks aan de hand. Hoeveel seconden? Oh, die gaat scheef zijn. Hoeveel seconden hebben we nog? Laten we ook even een paar andere voor de leuk doen. Ik weet dat groen de meeste punten geeft, maar laten we voor de leuk een paar andere proberen. Kom op, in het groen. Ja, boom. Hoppakee. Maar toch wil ik... Wacht, dan gaan we die andere groene proberen. Gaan we die groene hier proberen. Komt-ie? Boom. Hoppa. Ja, 50 punten, jongens. Het schieten. Last minute heb ik het schieten toch nog redelijk onder de knie gekregen, moet ik zeggen. Ik heb de afgelopen 2 video's heel veel moeite gehad met het schieten leren. Maar zoals je kan zien, boom. Ik ben ook gewoon klaar. Meer hoef ik niet te doen. Wat hebben we gedaan? 400 punten. 400 punten. Yes, jongens. De scouts willen me. Gaan we naar het toernooi nu? Is het zover? Oh, mijn god, jongens. Oh, wat gebeurt er allemaal? Oké, het is tijd voor de wedstrijd. Of is dit het toernooi? Oh, dit is het toernooi. Oh, dit vind ik spannend. Dit is mijn team. Let's go. Dit is mijn team. Ik ben het gele team, jongens.
En we moeten tegen het zwarte Enderman team. Dus het is de bijtjes. Ik zit in team bij. En we moeten tegen team Enderman. Oh, tijd voor de allereerste wedstrijd. De kick-off is gebeurd, jongens. De wedstrijd gaat officieel beginnen. Hij is begonnen. Huh? Oeh, a foul on the pitch. Huh? Wat is dit? Oh, de wedstrijd is al begonnen, joh. Oh, ik snap er helemaal niks van, maar ik snap het al. Ik zit waarschijnlijk in de wissel. En er is nu een tackle geweest. Oh, en nu is het mijn tijd om mee te doen, jongen. Ik snap hem al. Oké, let's go. Kom op. We staan 1-1. En het is nu mijn tijd om te shinen. We gaan vanaf ongeveer een... Van deze positie. Oké, dit kunnen we. Die heb ik voor getraind. Kom. Boom. Hoppakee. Die was niet goed. Kom. Let's go. Die was raak. Oké, pas terug. Juist. Dan passen we hem naar jou. Zo. Die was niet goed. Kom op, jongens. Doe ik mee in dit toernooi. Ik doe niet voor niks mee in dit toernooi. Kom op. Kom op. Door. Ja, let's go. Oké, dan naar jou hier. Hoppa. Ja. En dan schiet hij hem raak of niet? Schiet hem erin! Yes! 2-1! Oké, dit is leuk. Dit vind ik leuk. 2-1 staat het. Oké, dus ik snap nu hoe de wedstrijden gespeeld worden. Ik moet even wennen. Ik dacht ik de hele wedstrijd zou spelen, maar blijkbaar spelen we alleen fragmenten van de wedstrijd. Oké. Oh, tackelen jongens. Het staat nog steeds 2-1. Jij gaat niet scoren, man. Hier komen. Ik ga je perfect tackelen. Kom op. Kom. Boom. Hoppakee. Dat was een goede tackle. Volgende tackle. Nee. Niet scoren. Oh, kom hier. No way dat ik jou laat scoren. Hoppakee. Dat was een goede tackle. Volgende man. Dat was ook een goede tackle. Hier komen. Jij gaat niet scoren. Hell no. Ik ben een hele goede verdediger, jongens. Aanval is misschien niet mijn sterkste punt. Maar tackelen, verdedigen, passen en dribbelen. Oeh, dat wil wel lukken. Kom maar. Boom! Oh, mis. Kom maar. Juist! Let's go! Oh, hier komen. Boom! Hoppakee. We doen het goed, jongens. We verdedigen alle ballen die ze proberen te scoren. Boom, perfect. Oh, geweldig. 3-3. 85ste minuut. Nog 5 minuten. As it stands, it's a draw. Het is tot nu toe gelijkspel, jongens. 5 minuten, 3-3. Oh, het is tijd om te dribbelen, jongens. De laatste 5 minuten. Oké, daar gaan we. Dit is mijn moment. Geen balverlies leiden nou. Kom op. Dit is het moment. Kom. Wat een dribbel. Kijk me nou. En dan boom, komt hij. Oké, prima. Schiet hem raak! Nee! De keeper had hem. Oh, wat een slecht schot. Hij was niet eens voor mij. Iemand anders schoot hem blijkbaar. Ik had hem zelf moeten schieten. Ik had geraakt. Oh, kom op jongens. 90ste minuut. Is het klaar? Penalties? Nee! Penalties! Het is tijd voor penalties. Oh, dit meen je, jongens. Dit is mijn moment. Rechterkruising. We hebben sinds video 1. Boom! Boom! Ja! We raakten hem! Oké, we moeten 5 penalties raken blijkbaar. Dat kan ik. Oké, laten we nu de keeper een beetje op het verkeerde been zetten door links. Oeh, die was niet heel goed. Door links te schieten. Komt-ie. Boom! Nee! Hoe kan het nou? Dat doe ik zo mijn best, maar de rechterkruising is gewoon de kruising waar ik moet blijven schieten. Boom! Juist! Links-midden. Links-midden, jongens. Knal. Hij had hem! Wat een keeper! Gelukkig mag ik er voor een of andere reden zoveel nemen als ik wil. Boom! Nog 2 goals, jongens. Gewoon door het midden. Door het midden, recht boven zijn bolle kop. Boom. Had hij niet verwacht. Hij is gewoon raak. Oké, laatste schot, jongens. Oké, jongens, ik hoef er nog maar eentje te raken. Het allerlaatste schot. En ik ga hem oud en vertrouwd in de rechte kruising schieten. Daar gaan we. 3, 2, 1. Boom! Kampioenen! We zijn de kampioenen, jongens. Ik dacht dat ik meerdere wedstrijden zou spelen. Maar blijkbaar hoeven we maar 1 wedstrijd te spelen. Maar we zijn kampioen. Het is ongelooflijk. De trainingen. Allemaal voor deze wedstrijd.
En het is maar één wedstrijd. Ik dacht wel dat het meerdere wedstrijden waren. Maar maakt niet uit. Kijk hoe blij het team is. Wat een toernooi, jongens, dit. Wat geweldig. Ik vond het leuk. Ik vond het heel leuk, moet ik zeggen. Kijk het nou. Een heel stadion vol mensen. En ze zitten er zo lang dat het blijkbaar al helemaal dag gaat worden, zo te zien. Ah, het stadion is leeg. Het is een dag later en het stadion is leeg. Is het nu mijn stadion? Come see me by the side of the pitch and we can revisit any of your old drills. Volgens mij zijn we klaar, jongens. Volgens mij hebben we hem. De coach zegt dat we nog wel wat meer oefeningen kunnen doen. Maar het toernooi is geweest. Het toernooi is... Ik heb hier gevoetbald. Ik heb in dit toernooi... of in dit stadion gevoetbald. Oh, je hoort nu zelfs publiek. Maar er is alleen geen publiek. Kijk dit nou, jongens. Hoe leuk was dit? Hoe leuk was dit? Goed, jongens. Het was af en toe... Ik snapte dit niet helemaal. Af en toe, kijk, voetbal snap ik natuurlijk zelf ook wel. Want ik heb zelf 10 jaar op voetbal gezeten. Maar af en toe was het of dat het spel gewoon niet meewerkte... of ik was gewoon heel slecht. Maar we hebben het toernooi van 1 wedstrijd hebben we gewonnen. Ik ben heel trots op mezelf. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker even niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Om gewoon even te kijken als je nu toch niks te doen hebt. Kijk hem nou gewoon even. Het is gewoon een grote verplichting zelfs geworden nu. En nu spreek je laat glaasje water. Wie wil je bier tot de volgende keer?